dit is Kim de Boer, die derde werd bij The Voice. Nu doet ze mee aan het Nationaal Songfestival met het lied Children of the World, geschreven door Martijn Schimmer. Kim was meteen verkocht. De muziek, het hele arrangement, de melodie. Het is wel een liedje wat mijzelf ook heel erg raakt. Het is een emotioneel nummer. En voor Kim heeft het zeker nog een extra lading. Nog niet zo lang geleden werd haar zus Suzanne ernstig ziek. Kim wil er liever niet veel over kwijt, behalve dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Mensen zeggen dan tegen mij wel eens van, wat knap Kim, hoe je dat allemaal doet. En dat heb ik bewondering voor je. En dan denk ik, nou, degene waar ik echt bewondering voor heb, dat is mijn zus. Want eigenlijk haar kracht geeft mij kracht. Gelukkig wordt ze bijgestaan door haar zangcoach Babette Labij, die Kim nog kent uit haar Voice of Holland tijd. Zij heeft alle vertrouwen in haar pupil. Ja, ik vind het Songfestival waardig, omdat ik eigenlijk de eerste keer dat ze het voor me zong meteen in mijn systeem zat. En dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Mensen moeten het horen en dan meteen het kunnen herkennen. En Kims beste vriendin, die haar sporttraining geeft, weet haar ook op haar gemak te stellen. Zoals dat gaat bij echte hartsvriendinnen. Ja, voornamelijk wijntjes drinken en olijven eten en ouwe hoeren. Zo noemen we dat ook vaak. We moeten weer eens een droge witte wijn en olijvenavondje doen. Beide dames achten de kans groot dat Kim straks in Azerbeidzjan onze nationale trots wordt. Ja, ik denk wel dat het echt gaat knallen. Ja, ze kan ongelooflijk goed zingen. Een hele warme, mooie, makkelijke stem. Dus daar ligt het absoluut niet aan. Als ik echt die kracht en die emotie van het liedje tot in mijn tenen voel, dan schat ik mijn kansen wel hoog in. Children of the world. Want daar is muziek voor bedoeld, om mensen te raken.